Hallo, welkom allemaal haar in bij een nieuwe vlog. Ik heb net een hele leuke meeting gehad met Wout, namelijk over onze bruiloft. Want ja, hallo, dat gaat natuurlijk nog door. Hij heeft mij inmiddels bijna 2 jaar geleden, het gaat zo snel, ten huwelijk gevraagd. En toen wisten we al van, oh ja, oké, we gaan niet op hele korte termijn trouwen, want we wilden graag een derde kindje. Nou, inmiddels is Coco er natuurlijk. Dus we zitten sterk te denken aan volgend jaar, 2025. Dus dat wordt dan ja, juni of mei of oktober, september, zoiets. En we hebben dus net met iemand gesproken die helemaal gespecialiseerd is in bruiloften op Ibiza. Want ja, waar anders willen we natuurlijk trouwen? Ik bedoel, hij heeft mij hier gevraagd. Plus, wij zitten hier nu tijdelijk. Dus ja, 1 en 1 is 2. En het was echt geweldig. We gingen al helemaal dromen over of we dan, weet je wel, op het strand willen trouwen. Of juist bij een soort van mooi complex, zo'n zeg maar hotelachtig. En dat je daar de hele bruiloft doet. Sowieso willen we allebei dat de bruiloft 3 dagen duurt. Want ja, als het in het buitenland is, dan ga je natuurlijk niet een bruiloft doen van letterlijk 1 dag. Daar maak je een heel festijn van. Maar goed, ik ga hier later meer over vertellen. Ik moet nu de jongens halen, want ik ben bij hun school. En ja, leuke dingen. Wie is daar wakker? Wie is daar wakker? Oh, het knuffeltje. Kijk eens even. Knuffel. Kijk, nieuw truitje voor Coco. Dat is toch te cute. Helemaal. Leuk, met die felle kleurtjes. Oh, deze is trouwens van de Zara, vergeet ik hem te zeggen. Je hebt een boterham aan het eten, hè? Zo, ik ben weer thuis. Ik ben even omgekleed, want ik ging Coco een hapje geven in mijn hemdje. Nou, ik zat helemaal onder. Mijn moeder is hier nu ook. Maar dat ga je niet veel zien op de vlog, want die hoeft er niet de hele tijd op. Maar heel gezellig dat ze er is, niet normaal. Zo leuk om haar nu dit te kunnen laten zien. Waar we nu zitten. En ze gaat deze week ook mee naar de school van de jongens. Dan kan ze dat helemaal zien. Die is natuurlijk ook mega benieuwd ja, hoe dat hier allemaal in zijn werk gaat. Dus ze is gewoon lekker bij ons. En gaat echt lekker meedoen met ons leven. Mama, ja? Mag ik een koekje? Heb je appel op? Ja. Kijk mij eens aan. Oh, het zit wel waar, hè? Ja. Wat goed. Ik kan altijd zien of jij jokt of dat het echt is. Ja. Kijk maar aan het bakje. Kijken? Ja. Dat is een leeg bakje. Geweldig. Ik ga koekjes pakken. De koekjes. Kakjes. De kakjes? Oh nee, geeft. We hebben nog dino koekjes hierin. Met een dino die kan vliegen, zo. Oh ja, welke wil je? Die dino gaat vliegen. De T-Rex? De dino gaat vliegen. Ik weet niet welke dat is. Ik ook niet. Kies maar, deze zijn er. Deze zijn allemaal hetzelfde. T-Rex. Oh, er is geen T-Rex hier. Maar ik wil. Ja, maar dit is nu de keuze. Anders eet ik ze op. Nee! En Wolf ook zijn bakje op. Geweldig. Ja, ik doe hem in je bakje. Is het lekker? Ja. Wat een mooie nieuwe broek heb jij, hè? Zo stoer. Een stier ben jij. Een stier. Van Alex de Label. En daar heb ik ook dus van... Dit geweldige spijkerjasje voor allebei. Kijk even hoe stoer. Met tijgers erop. Helemaal gaaf. Oh, wat ben ik een lekkere salade aan het eten. Met feta, bietjes, tomaat, avocado, pompoenpitten. Zo lekker. Oeh, daar gaat ie mis. Wow. Dit is toch zo'n leuk ding. Dat hebben ze van oma gekregen. En dan laten zien door die knopjes. Kan je het besturen. Ja, maar doe deze eens omhoog dan. Daar gaat ie. En dan?
En dan, en dan, en dan. De helikopter, hè? Moet je draaien? Yay! En dan draaien, draaien. Daar gaat hij. Nam. Wout heeft net, heel knap, een hoor gemaakt. Ik doe dat hem niet na. We hebben namelijk bijna bij alle ramen hier horen. Behalve dus bij dit raam, bij de slaapkamer. Wat super onhandig is. Dus Wout heeft, ik weet niet of je het kan zien. Maar hij heeft dus een soort geraamte gemaakt. Van hout. En daar dit tegen aangespannen. En dat geraamte moest natuurlijk precies zo groot als het raam zijn. En nou, dat heeft hij nu gemaakt. Dus we hebben nu het raam open. Kijk. Zo is het dicht. En nu helemaal open. Zonder dat er beestjes binnenkomen. Helemaal chill. Wout die dwingt mij nu om 10 lunches te doen. Oké, okay, here we go. Here we go. Ja, die kan ze ook niet doen. Nee, dat is waar. En hij heeft net een matje gekocht. En allemaal gear. Allemaal gear. Allemaal gear. Oké, okay, nou. Gaan we. Ja, of je doet ze niet, of je doet er gewoon 10. 10 squats. 10 squats? Hè? Ja, eerst 10 squats. Lekker diep. Rut. Hier wordt ook hard gesport. Oh, met een bounce zelfs, oké. Oké, oké. Ja, nee, nice. Ga door. Heel goed, lieverd. Zo voor de handjes van Koki. Ja, ik wil met Koki. Ik heb niet geteld. Ja, en dan zit je op 8. Ik moet er al 2 van afhalen. Even wachten. Ja, en nu lunches. Dus ik heb dit lang niet meer gedaan. Voeten voor op de mat. Maar wel uitstappen. Wat doe je dan? Gewoon helemaal los. Oh, ja, ja, nee. Voor en begin naar achter uitstappen. Nee, voor beginnen en naar achter uitstappen. Of doe je hem liever naar voren? Zo heb ik nog gedaan. Een achterwaartse lunch. Oh, het doet al zoveel pijn aan mijn knieën, die lunches. Wacht even, kijk uit voor Coco, want die... Stop, stop, stop. Want Coco houdt je... Stop! Coco houdt je fiets vast. Ja, maar het boek doet dat. Het ging bijna fout. Maar blijf jij maar lunchen, want ik heb de kinderen, dus ja, ga maar. Zo. Maar doe jij ze van voor naar achter of van achter naar voor? Ja, uitstappen naar voren. Ik stap altijd uit naar achter. Heel goed. Maar je hoeft niet te bouncen, hè? Gewoon 1 stap. Omlaag, terug omhoog. Juist. Omlaag, focus op het rustig omhoog gaan. Nee, niet naar achter stappen, omhoog. Stop, Wolf, stop. Omlaag, rustig omhoog. Oh ja, wacht. Dus omlaag, zo. Dan terug omhoog, tak. Ja, wel naar achter stappen. Dat is dus 1 beweging. Snap je dat? Stop. Oh, Loekie, Wolf wil ook weer eventjes. Zie je dat? Volgens mij wil Wolf ook. De lunch is vreselijk. Ja, maar is heel goed voor je benen en billen. Nog een keer, kom. Ik vind squatten leuker. Loekie, bam. Bah. Wie mag er één? Doe je dat blauwe bandje om? Blauwe bandje om? Ja. Ik ben hier te moe voor. Ik ben niet gemotiveerd. Maar ik wil wel echt even gaan beginnen hiermee, by the way. Om elke dag gewoon een half uurtje dit te gaan doen. Alleen nu, met al een halve dag erop, dan denk ik nee dankje. Nou, je hebt er wel zin in. Nog niet. Hè? Ik ben wel bezig, denk ik. Maak het af! Nou, wij gaan voor het eerst buiten koken. We koken natuurlijk altijd hier in de keuken. En ik heb net alles al gesneden. En dan gaan we lekker burgers maken. Zoveel zin in. Dat heb ik nog helemaal niet gegeten hier eigenlijk op Ibiza. En het is vet mooi weer. Ja, wanneer niet. Maar nu is het echt een soort zomerse dag. Dus we dachten, hoe leuk om met z'n allen lekker buiten te gaan eten. Mijn moeder is er ook. Dus ja, die is ook helemaal excited natuurlijk dat we gewoon alleen maar buiten zijn. Omdat in Nederland, ja, is het nog best koud. Voor de burgers heb ik komkommer, ui, dit ga ik bakken. De burgers, vega burgers ga ik bakken. En sla voor erbij maken, tomaat voor op de burger. Kaas, heel belangrijk voor op de burger, dat is zo chill. Dus ja, let's go. Ik vind
barbecue is lekker. Lekker, hè? Ja, dit is dus... Deze hadden we ook in Nederland. Deze bakplaat van BK. En die is echt geweldig, want die heeft 5 stannen. Dus je kan lekker grillen. En wat ik heel chill vind, dat hij hier zo'n vetafvoer hebt. Dus het is echt super makkelijk schoonmaken. En het allerbelangrijkst, het heeft een PFAS-vrije anti-aanbaklaag. Dus dat is natuurlijk helemaal fijn. We gaan kokkerellen. Volgens mij hebben we alles. Ja, borden, burgerbroodjes. Misschien een scherp mes. Oh ja, die burgerbroodjes. Mama, moeten we die niet even in de, mama, heel mag even in de oven? Dat mag, jij mag helpen. Oké. Dat wil ik ook doen. Jij mag er zo ook een paar opleggen, oké? Nou, de burgers die gaan erop. Helemaal top. Lekker. Lekker, jongens. Nog meer. Ik wil die doen. Ja, dat mag helpen. Hij doet het goed. Ja, hè? Er zijn er 2. Van Luca en van mij. Ja. Ik mag mijne en Luca's zelf. Ja. Kom maar hier staan bij mama dan. Ja. Nee. Ik maak wel even plek. Hou maar vast even. Ik pak een sleertje. Kijk, ik kan hem hier mooi zetten. Zie je dat? Goed zo. Goed zo. Wil je samen kleren? Hè? Nee, we hebben een keukenrol om je handen af te vegen. Luke, wil je ook die van jou erop? Mag ik nu een keukenrol? Ja hoor. Papi? Ja, lieverd. Weet je wat een sleertje is? Papa? Nou. Dat moeten we niet hebben. Hoe geweldig is dit? Het is maart en wij staan hier te barbecuen. Geweldig. Gewoon een buitenkeukentje gecreëerd in 2 minuten. Een tafeltje, dingetjes erop. Te leuk. En klaar. Daar gaan ze. Ik krijg dit er niet op. Ja. Zo. Heerlijk. Wat ui. Oh, zo. Het zijn wel echt serieus goede burgers. Ja, dat is niet normaal. Hoppakee. 2 tomaten en het enige wat ik mis is een augurk eigenlijk. Sla? Oh ja, dat ben ik helemaal vergeten. Oh, en ik wil ook wat ketchup. Fantastisch nog. Big Mac? Dit is gewoon een Big Mac. Nou, kijk dan. Wil jij deze dan, lief? Bam. Oh, lekker dit, jongens. Oh, geweldig. Dit is wel heel leuk om te hebben, hoor. Ja, zo leuk. En mama die maakt dus een burger zonder het broodje. Maar die doet het hierop. Dat is ook een goeie. Heel leuk. En kijk eens even wat er gisteren is aangekomen. Ik heb het even hierop uitgestald. Want dit zijn allemaal pannen. De hele pannenset van BK. En met dit merk kook ik altijd in Nederland. Dus ik ben echt als een kind zo blij dat ik het nu allemaal hier heb. Dit is ook super handig, deze. Dit zijn toch weer andere pannen die ik had in Nederland. En die hebben ook helemaal zo'n schenktuitje. Helemaal geweldig. Ah, de kwaliteit van deze pannen, het gaat echt gewoon een leven lang mee. Het voelt ook echt allemaal heel solide. Ja, een van de belangrijkste dingen wel, vooral vind ik als je ook een gezin hebt met kinderen, waar je elke dag voor kookt, dat er een PFAS-vrije anti-aanbaklaag op zit. Dat is gewoon heel erg fijn. Goedemorgen, let niet op mijn hoofd. Ik moet racen. Ik ga namelijk even koffie zetten on the go. De jongens zitten al in de auto. Ik ga ze brengen naar school en ik moet echt een koffietje on the go mee. Dat vind ik zo chill om dan lekker te gaan rijden met een koffietje, muziekje. Love it. Ik ben nu bij DHL om mijn pakket op te halen met de nieuwe editie. Edities moet ik zeggen. Onverwacht even die koffie tot naar macadamia gaan. Nee, ik vind hem hier lekkerder. Ja. Oh my god, jongens. Ik ben net thuis. Ik ben zo benieuwd. Ik ook. Wat is dat? Ga jij helpen? Het is dat. Zo, kijk, die mag jij. Oeh. Yes, oh my god. Kijk. Geweldig. Oh. Okay. Naughty Nights. Eindelijk kan ik het zeggen. Dit is Naughty Nights. En deze doe je met je partner. 18 plus. Alleen maar seksvragen. Nou jongens, ik heb mijn best gedaan om te vragen. Dat kan ik je wel zeggen. Ja. En dit is Dirty Talk Friends. En dit is dus een sekseditie die je met je vrienden kan spelen. Ook 18 plus. Ook 18 plus. Alleen 18 maar... Plus. Spannende vragen. 18 plus. Ja, het wordt geweldig.
Wij gaan hem zo spelen. Ik vind het zo spannend. Ja, maar wij moeten dit met een fles wijn. Oh ja? Durf ik dan eens niet? Jawel, maar dat is wel leuker in de avond. Gewoon zo'n sexy sfeer wil ik. Heerlijk. Nou, dat belooft wat, dames en heren. Ja. Ze heeft er zin in. Oh my god. Is het van mama? Fantastisch. Joko vindt het ook mooi. Mooi hè? Ja, ja. Ja. Wat? Hoe vaak masturbeer jij? Zou je seks met mij willen hebben en een ander erbij? Oh. Ook heel raar dat Coco hierbij zit. Dat kan helemaal niet. Nou oké, okay, sorry. Dat is je dochter, die leeft hier ook. Ik besef me opeens, hallo, ik heb het helemaal over dit soort seksvragen en dan staat Coco erbij op beeld. Dat is een beetje raar. Doei. Nou ja zeg. Oké, okay, ik ga al weg. Wij mogen hier niet bij zijn, Coco. Nee, jullie mogen hier niet bij zijn. Ben je lid van de Mile High Club? Ja, voor jullie een vraag, voor mij een weet. Oh my god, dit is zo geweldig. Kijk even trouwens hoe satisfying dit eruit ziet. Het zit gewoon helemaal vol met dieper edities. Heerlijk om even een stash ook te hebben hier op Ibiza. Ik merk gewoon dat als ik met vriendinnen ben en ik ga met hun een hapje eten, dan hebben we het eigenlijk alleen maar over seks. Het is gewoon een heerlijk onderwerp. Seks is ja gewoon echt, ik denk van veel mensen het favoriete onderwerp. Dus ik dacht, hoe leuk om gewoon een editie te ontwikkelen met alleen maar vragen die je aan je vrienden wil stellen. Oh my god, dit is te bot om op camera te zeggen. Nou, bijvoorbeeld dit. Wat is de slechtste sekservaring die je ooit hebt gehad? Vertel. Nou, heerlijk om dat natuurlijk te delen. Wat is het sletterigste wat je ooit hebt gedaan? Ik heb nu al zin om dit met mijn vriendinnen te spelen. Zou je ooit weer seks willen hebben met de persoon die jou heeft ontmaagd? Oh, deze ja, vragen. Hey. Ik? Ja. Ja, zo graag? Nee, absoluut niet. Er zitten ook allemaal vragen in dat je elkaar moet aanwijzen. Super leuk om met een groep te spelen. Bijvoorbeeld alle spelers. Wie heeft de meeste bedpartners? Wijs nu diegene aan. En dan moet iedereen dus tegelijk degene aanvragen wie de meeste bedpartners heeft. Sowieso ben jij dat, als wij een groep zouden zijn. Ah, jammer, we zijn geen groep, dus jammer. Oh my god, ik heb zoveel zin om dit allemaal te gaan spelen ook. Ik was even de bedden aan het doen van de jongens en ik heb zo een podcast met Fiet. We gaan 2 afleveringen opnemen. Ik heb ook zoveel zin. We gaan binnenkort naar Nederland om weer ook samen met haar in de studio te zitten. Dat is gewoon zo gezellig. Maar op afstand is ook helemaal chill. Vooral omdat we elkaar natuurlijk altijd heel veel te vertellen hebben. Al helemaal omdat we elkaar niet meer 3 keer in de week zien. Dus we kletsen eigenlijk ook altijd een soort van bij tijdens de podcast. Dus ik heb helemaal zin om haar nu te spreken. Ik ga even de podcast opnemen, dus ga jij even buiten spelen met Koki? Ja, dag. Eventjes. Oké. Okay. Vooruit er maar, hè? Wij schikken ons alweer in ons lot. Vooruit er maar. Ja, Koki. Wij schikken ons alweer in ons lot. Is het gewoon een... Joe. Oh. Hi. Hi. Podcastje. Ik hoor mezelf nu helemaal. Oh ja, ik zou even de microfoon... Kan ik de microfoon al uitzetten? Het geluid. Ja. Zo. Ja, je kan je microfoon op mute zetten. Ik heb hem maar uitgetrokken. Nee, jouw oortjes zijn nu gedisconnect. Ja. Ja, dat is heel irritant. Ik hoor helemaal echo van mij. Maar ik heb nu de microfoon uit de ding gehaald. Uit de laptop. Ik heb net de podcast opgenomen met Fietje. Deze 2 heerlijke mensjes staan hier naar mij te kijken. Ja! Ah. En wij gaan nu even lunchen met mijn moeder op het strand. Dus helemaal zin in. Lekker... Voor het strand, doe ik even wat anders aan. Ja, ik zal wel even iets anders aan doen. Lange broek aan, bloedheet. Oh ja. Het koud zou worden, nou, dus het is weer gewoon chill. Wat? Ik doe gewoon nooit meer een spijkerbroek aan hier. Terwijl ik vind dat altijd leuk als look, maar dat heeft gewoon geen zin meer. Dat heeft geen zin meer. Dat heeft geen zin. Geen zin. Dat heeft geen zin. Jojo. Omkleden. En ga met die banaan. Ik doe ook wat anders aan, denk ik. Not in the mood for paars. Ik heb zo vaak dit t-shirt aan dat ik denk... Nee. Wat doet mama nou?
I love it. Houdt heel erg veel van zichzelf, zie je dat? Ja. Mama is gek op zichzelf, filmt zichzelf ook de hele dag. Gek, hè? Ja. Dat is gek. Dan ben je wel aan het kleine. Au, 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 au. En ja, ka. Ka, ka. Ka. Ka, ka, ka. Ah, jeuk aan mijn neus. Iedereen is verkouden hier thuis. Ik hoop niet dat ik het ook word. Ik had trouwens voor mijn verjaardag van Wout deze baggy broek gekregen van Levi's. Baggy is natuurlijk nu helemaal in. En ik dacht, ja, hoe leuk. We gingen naar de winkel en toen was ik allemaal broeken aan het passen. En uiteindelijk bij deze mannenbroek gekomen, want dit is dus van de mannencollectie. En ja, hij gaat natuurlijk nog wat uitlopen, maar hij zit dus een soort van baggy. Wat kan ik erover zeggen? Ik vond het wel chill, weet je wel, zo'n leuk lookje voor Ibiza. Een beetje nonchi plus als je van het strand afkomt en dat je bijvoorbeeld een bikini aan hebt. En dat je dan een beetje zo'n grote broek aandoet met zo'n bikini top. Vind ik ook een hele leuke vibe. En ik heb nog een baggy broek gekocht van de Zaar. Die ga ik ook even laten zien. Oh ja, dit is dus mannenbroek, waist 34, lengte 32. 501 is hun signature broek. Oh, dit is de 568. De 568 is een andere. En een lichtere variant van de Zara. Vond ik ook helemaal gezellig. Dit is een beetje een soort ballonachtige broek. Want hij loopt hier zeg maar wijd. En dan ietsje smaller aan de onderkant. Ik vond dit dus ook helemaal leuk. En Wout vindt dit dus ook helemaal leuk. Dat had ik niet verwacht. Want ik dacht, die houdt gewoon natuurlijk van strakke broeken. Dat je het lichaam goed kan zien. Maar nee, hij vindt dit helemaal cool. Toch, Snoef? Wat? Jij houdt opeens van baggy broeken bij mij. Niet alleen maar. Ik vind strak ook geil. Maar ik vind gewoon af en toe lekker los. 90's ook wel hot. Wissel okay. Het af, schat. Ik wissel het af. Ik wissel het af. Oh nee, die labels heb ik eruit. De Levi's 501, dat is gewoon een classic. Ja, nee, dat ken ik. Maar ja. De Zara is in ieder geval maat 40. Verder, ja, het model weet ik niet. Maar ja, hij is nu te koop online. Dus ik denk dat je hem wel vindt, hoop ik. Iets met balloon fit. Wij zitten lekker bij Jemanja en ik heb een lobsterpasta, kreeftpasta genomen. Zo lekker, die hebben ze als denk aan die film, Jumanji. Specialiteit. Jumanji, ja. Met Robin Williams. Zit jij lekker de aioli uit te likken met je vinger? Deze saus. Dit zijn geen etiketten. Klopt, maar het is niet chic dit. Zo lekker. Saus, gewoon aioli. Wordt er helemaal wild van. Een wild dier. Oh, clams. Uit Ibiza. En met dit uitzicht is het een beetje bewolkt. Nou, wij zijn weer terug van de lunch. Het was helemaal gezellig. Ik heb even mijn chill pakkie aangetrokken. En vet leuk. Ik heb morgen een shoot met Stieglitz. Want er komt een co-collectie aan. Nou, dit is gewoon een droom die uitkomt. Zoals jullie weten draag ik altijd Stieglitz. En ja, de eigenaresse Pien is een hele goede vriendin van mij. Dus toen hadden we het erover van hoe vet zou het zijn als we samen een collectie creëren. Dus dat hebben we de afgelopen maanden gedaan, hard aan gewerkt. En toen dachten we, ja, hoe leuk om de shoot op Ibiza te doen. Zij komt ook echt al 20 jaar op Ibiza, kent het hele eiland op haar duimpje. Dus we hadden zoiets, ja, dat moet gewoon hier. Dus zij is net aangekomen met Joey op het eiland. En zij slapen in een Airbnb vlak hierbij. En dan ja, gaan we morgen de shoot doen samen met Gigi. Zij is ook Nederlands, woont hier op Ibiza en maakt echt fantastische foto's. Zij maakt alles met analoog. Met een analoge camera. En ja, ik heb hier zoveel zin in. We kijken hier al zo lang naar uit. Dus ik ga mega vroeg naar bed vanavond. Ik wil echt om 8 uur gaan slapen. Zodat ik morgen helemaal fris en fruitiger uitzie. En niet met zulke wallen. En ik zei ook al tegen Wout, als Coco straks gaat slapen vannacht en ze gaat huilen, dan moet jij het doen. En dan doe ik gewoon oordoppen in en doorslapen. Dus ja, morgen heel vroeg op. Volgens mij gaan we om 6:30 of 7:00 meeten. Maar dat wordt een hele leuke dag. En we eten halloumi met boontjes en aardappeltjes. En het is echt een van mijn lievelings dit. En de kids vinden halloumi ook zo lekker. Goedemorgen, het is 7:00 ochtends en we zijn al een uur wakker.
Ja, yeah, en ik heb nu de shoot. Mama. Hi, schat. Wil je mee met mama? Ja, wil je mee met mama? Dag, schatje. Ik ga tot vanavond. Ja, dag, mama. Dag, dag, mama. Is mij? Dag, dag, mama. Dag. Doei. Het is helemaal stil hier. Heerlijk. Ach. Ja, nu zie nou, ik wat ik elke ochtend ervaar. Hang in daar met drie kids. Komt goed. Terug, snoef. Ja. Dag schatje. Dag liefie. Doei. Veel plezier, hè. Ik rij nu op echt zo'n verlaten weg. Ik ben heel benieuwd waar ze slapen. Het ziet er in ieder geval helemaal leuk uit dit. Volgens mij is het hier. Hallo. Joey even bedden. Ja, hè. Gate gaat open. You. Hi. Hey. Bijna af. Even de wimpertjes. Ik ga even hier langs je. Oh ja. Ik heb er zoveel zin in, niet normaal. Zo, ik ben opgemaakt. Haar is gedaan. Ik ben super blij met de look. Want ik wilde het een beetje, zeg maar, Ibiza 70s. En wel natural make-up. Dus ik zit helemaal in het Engels. Want de make-up artist komt uit Engeland. Joey is er natuurlijk. Dus we zijn alleen maar Engels aan het praten. Maar ik ben heel blij hiermee. Echt. Precies wat ik wilde. A little behind the scenes moment. Dit is waar ze de hair en make-up aan het doen zijn. Ik film even heel hoog, want ik kan natuurlijk niet de kleren laten zien. Maar ja, we zijn er. Hoeveel locaties hebben we in totaal vandaag? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oké, nou. Eerst gaan we nu beginnen. We zijn aangekomen bij de eerste shootlocatie. Goed zo. Liefie. Leuk. Gorgeous, hè? Huh? You so feel gorgeous. Fierce? Ja, yes, toch? In this I close. I love the feeling. Hello. You get. Ja, ik zie het al. Amazing. We zijn bij de tweede locatie. En dit is echt prachtig. Het is een heel klein dorpje op Ibiza. En met een hele lange weg waar allemaal vette foto's kunnen maken. Dus dit wordt weer een hele andere vibe. Net waren we natuurlijk helemaal op een soort zandpad. En nu is het weer helemaal zo stoer met zo'n lange auto weg. Geweldig. Wil je, we gaan één shot van jou maken daar staan. Ja. Ja, zeg jij maar. Ik ga kijken. Ik dan zie je wel de voeten, denk ik hoor. Nee, je gaat de voeten niet zien. Oh. Kijk eens even. Dit is toch waanzinnig. Deze hebben we gebruikt net voor allemaal shots op de weg. Zo vet. Deze auto, echt wat een droom. Nou, oh, ik kan niet wachten om echt alle foto's terug te zien die we hebben gemaakt. Zo vet. Wij hebben nu, we hoeven nog maar één locatie, of niet? Ja. Oh mijn god, en we hebben nu even een lunch. Even zo. Ja, ja. Dit is trouwens Gigi, onze fotograaf. Woont ook hier op het eiland, helemaal leuk. En we hebben lekker tortilla besteld, saladetje. Oh, zin in. Nou, alle borden zijn leeg. Het schijnt dus dat je hier het allerbest tortilla van het hele eiland kan eten. Nou, geloof me, dit wil je proeven. Ik zal even kijken hoe dit tentje heet. Oh ja, can cost me. Yes. It's a wrap! Ik ben weer thuis. Ik ga me gelijk omkleden. Joey en Pien die komen nu hierheen. Gaan we met z'n allen lekker eten. Het was een geweldige dag. We hebben zulke vette foto's gemaakt. We zijn er 5 locaties gegaan. En ja, ik kan gewoon niet wachten tot dit uitkomt. Het komt ergens in april, gaat dit online.
En ja, die collectie, ik zag het nu ook voor het eerst. Ik kon het helaas niet laten zien op beeld natuurlijk, want het is nog geheim. Maar ja, dit wil je. Het is fantastisch. Echt, als ik die collectie zie, dan denk ik, ja, dit ben ik. Dit ben ik gewoon. Daar was je niet. Nee? Nee. Misschien bij de trampoline? Ik vind hem altijd niet. Bij de trampoline misschien, schatje? Naast het huis. Is hij hier? Nee, is hier niet. Nee. Nou. Misschien een voetbalveldje. Huis. Voetbalveldje misschien. Misschien voetbalveldje. Ik ga met je mee. Nee, hij is er ook niet. Hè? Hè? Dan misschien bij het speelgoed. Wat kan ik doen? Oké, liefie. You're happy, hè? Hey. I'm happy. You're happy, huh? Are you happy? In Santa Rascada, babe. Yeah. You're happy, huh? Yeah. When we just moved. And then he was like touching me. You're happy, huh? En jij de hele tijd. Yeah. 10 minuten later. Mag jij wat zeggen? Ja, Luca, Wolf, Luca. Joey zegt de hele dag. Pakt hij zo even zo. You're happy, hè? Je bent gelukkig, hè? Of ben je gelukkig? En ik vraag het, ik denk... 200 keer per dag. 200 keer. Wist ik niet dat ik met pink was bezig. You have fake teeth? Ik? Ja. No. Hè? Do they look it? Het lijkt net een kunstgebit. Why? Because they're white? Is dit voor Joey? Nee, ik dacht dat je gewoon zo'n nieuwe had. She said, do you have fake teeth? Like, kunstgebitten. Hoezo? Want ze zijn zo wit. Want ze zijn niet zo slecht. Nee, maar dat heb je expres gedaan. Om dat te kunnen zeggen. Ja. Als mensen zeggen tegen mij, is dat een kunstgebit? Ja, eigenlijk, dank je. Ik was geboren zonder tanden. Maar thanks for making me feel that. Story of my life. Iedereen wordt geboren zonder tanden. Ja. Heb jij wel een baby met tanden? They did a sketch of a baby. Wat is het hier heet? Die vloer is gewoon niet zo warm. Ik word niet goed. Dit vloerverwarming is op 100 graden. Zal ik hem uitzetten? Penis not, she's cold. Het is hier zo heet. Moet die uit? Hè? Nee, want dan is vanavond weer warm. Doe dan de deur even. Echt. Waarom wil je het aan? Het is zomer hier. Ja, I know. Goedemorgen. Ik zie allemaal een soort van... Wat is dit? Stofjes op mijn telefoon. Ik ga nu naar Pilates. Samen met Wout. Die zal vast even koffie halen. Ik heb al genoeg koffie op. Dus ik sla hem even over. En Wout gaat voor het eerst mee naar Pilates. Ik zei al tegen hem. Get ready. Want dit is... next level zwaar. Maar goed, hij is heel veel gewend qua sporten. Dus het zal wel weer gebeuren dat hij daarna zegt... oh, nou prima, ik vond het niet zo moeilijk. Dus ik ben heel benieuwd. Ik moet nu wel snel zijn, want het is 10:00 en ik moet ook nog een stukje lopen. Telefoon. We zijn er. Jesus. Gigi. Jesus. Nou, super jammer, want er was geen plek meer. Wout die ging eigenlijk zeg maar mee in de hoop dat er dus iemand niet zou komen opdagen, want de les was vol. Want heel vaak komt er iemand niet opdagen, dan kon hij in die plek. Maar nee. Helaas. Dus ik heb het in mijn eentje gedaan. Ik ben helemaal kapot. Die billen en benen met Pilates, nou dat is gewoon next level. Je bent gewoon, nou gewoon dat je helemaal... Je voelt het letterlijk alsof het in de fik staat. Zo heftig is het. Dus, maar ja, ik voel me wel weer helemaal top. Het regent opeens op Ibiza. Jezus. Hollands weer. Echt, hè? Dit zijn we helemaal niet gewend. Nee. Holy moly. Ik vind het wel gezellig voor een dagje. Voor een dagje is het leuk. Omdat je weet dat het... Ik zal eens op het weerbericht kijken. Wat zegt het? Volgens mij wordt het maandag of dinsdag alweer... Nou, ik dacht dat het wel een paar dagen ging regenen. Ja, dat weerbericht hier is niet heel duidelijk. Nee, maar ook omdat het een eiland is, dan verandert het. Kan ook zomaar vanmiddag weer mooi zijn. Ja, zie je dat met woensdag regen. Zo. Ja. En vanaf woensdag zie ik alweer dat het weercijfer een 7 en wordt het alweer... Nee, maak je geen zorgen, lieverd. Prima, prima. Hoef je geen zorgen te maken om het weer. Nee, dat doe ik ook niet. Deze wilde ik al zo lang.
deze Birkenstocks. Echt, de hele wereld heeft ze. Ik ben echt een laatkomer. Maar ik heb ze eindelijk gekocht. En ik vind deze kleur dus heel leuk. Het is een beetje, volgens mij heet die latte, deze kleur. Ik weet niet of dat een nieuwe kleur is of dat die ook gewoon al bestond. Maar ik ben er helemaal blij mee. Echt perfect voor op Ibiza hier eigenlijk. Ik ben aan het koffierellen. En Bout die kan niet wachten, want die is al sinds gisteravond aan het vasten. En het is nu 5 uur. Hij zit er zo bij, dus dan weet je hoe laat het is. Het is gisteravond 6:30, maar ik kan u niet opgeven. Ik heb het nooit gedaan in mijn leven, ik dacht, probeer het een keer. En? Voor herhaling vatbaar? Nee, dat niet. Echt heel bitter. Snap ik. Ik ben nu heel moe, ik heb het heel vaak dus zo honger. Helemaal. Maar, ja, ik wil gewoon dat ik geprobeerd heb, want in ons leven is het zo comfortabel. Ik kan constant eten de hele dag. Ik heb een podcast erover geluisterd. Van Arie Boosma over routines. En die sprak met dokter Ludini over intermittent fasting. En ik doe al best wel vaak de 16 uur niet eten, 8 uur wel. Dat doe ik al heel regelmatig, dat ik het ontbijt niet oversla, maar opschuif tot na 12 uur. Dus 12 uur en 6 uur avond eten. Mm-hmm. Maar ja, het is ook goed om 1 keer in zoveel tijd, die dokter Ludini doet zelfs 1 keer in de maand, 24 uur volledig te vasten. En dat betekent dus echt gewoon niks. Geen enkele voeding. De hel, mij niet bellen, mij niet bellen. Nee, water drinken. De hel. Ik heb het net gedaan, nog hoe lang? Nou, het is 5 uur, dus bijna 24 uur. Mag ik eten? Daar word ik helemaal blij mee. Oh. Ja. Dat moment dat jij zo meteen die eerste hap neemt. Oh, tada! Helemaal lekker dit. Nou, je eerste hap. Mm-hmm. There you go. Daar gaan we. Ik ga dus eerst van tevoren even een kopje bouillon moeten drinken. Of dat zei ik in de podcast. Om even je buik te laten wennen. Mag ik kip? Dus ik weet niet of ik deze hele berg ga opeten. Mag ik kip? Ik dacht ik schep extra veel op. Mag ik kip? Ja, ga papa zo voor je pakken. Oké. Okay. En eet maar wat groenten. Eerst rijst en groenten eten, dus krijg je geen kip. Oké. Maar dan moet ik eerst een lepel hebben. Rijst en groenten. Die had ik net toch? Nou, het is helemaal licht in mijn hoofd. Nou ja. Van, ja, maar gewoon van... Een beetje onwerkelijk. Een soort jetlag gevoel. Ik weet niet of ik dit vaak heb. Nee, snap ik. Zo, nou we hebben heerlijk gegeten. Ik ben blij dat Wout weer heeft gegeten. Want ik vind het maar zo saai eigenlijk om het in je eentje te eten. Dat is gewoon... Er is helemaal niet veel aan. Het is veel gezelliger om samen te eten. Dus ja, dat vaste. Nou, ik zou dat dus nooit van mijn leven doen. Want ik al zei, echt, ik word zo boos als ik niet eet. Nou, ik ga de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel graag heel snel. Mwah.